Uniek aan de opleiding Geneeskunde aan de Universiteit Antwerpen is de klinische leerlijn. Die wordt gecoördineerd door een speciaal vaardighedenteam bestaande uit artsen, psychologen, communicatiespecialisten en nog veel meer. Hun taak bestaat eruit om van ons een expert te maken in medisch-technische vaardigheden en arts-patiëntcommunicatie. Maar wat zijn nu de onderdelen die aan bod komen tijdens de klinische leerlijn? En krijgt iedereen genoeg oefenkansen? Wat zijn de terugkomdagen? En wat zijn de problemen die de UHAS-afdelingen tegemoet komen? Daar gaan we nu antwoord op krijgen. Welke onderdelen komen aan bod in de klinische lijn? Wel, grotendeels kan je het indelen in twee facetten. Je hebt de communicatievaardigheden en dan de medisch-technische vaardigheden. Ja. Vooral in de bachelor lopen die echt mooi apart. In de master proberen we die eigenlijk te laten integreren. Bijvoorbeeld door jullie consultaties te laten doen. Ah ja. En krijgt iedereen genoeg oefenkansen? Daar doen wij hard ons best voor. Hè. Dus we proberen eigenlijk om zo klein mogelijke groepen te maken. Dat wil zeggen dat je 10 studenten hebt voor 1 lesgever. Dus dat wil zeggen dat 1 lesgever 5 duo's in de gaten kan houden. Ik denk dat dat al een behoorlijk kleine groep is. Studenten vragen natuurlijk altijd nog meer oefenmogelijkheden. En een van de reacties die wij erop gegeven hebben, is het organiseren van terugkomdagen. Ah ja, en wat gebeurt er zo tijdens die terugkomdagen? Wel, wij gaan de studenten opleiden, zodat ze dezelfde stijlvaardigheden geven en op dezelfde zaken letten als degene die wij belangrijk vinden. Ah ja. En zij organiseren met jullie de momenten van oefenen. Ah ja. En werden er eerder problemen gesignaleerd door uw Hasselt-studenten? Het is zo dat die curricula nauwer en nauwer op elkaar aansluiten in de loop van de tijd. En elk jaar maak ik eigenlijk met hen, als ze hier net zijn aangekomen, een afspraak om te overlopen hoe hun curriculum geëvolueerd is, hoe het onze geëvolueerd is en waar dat we eigenlijk nog verwachten dat er verschillen zouden kunnen zitten. Bijvoorbeeld qua reanimatie hebben we in Antwerpen het uitreiken van een officieel certificaat vanuit de Europese Reanimatieraad. Dat is er niet in Hasselt. Dan organiseren wij samen, in samenspraak met de studenten van Hasselt, een moment waarop dat zij dat ook krijgen. Perfect. Bedankt voor de informatie. Dat is graag gedaan, dank u. De oefensessies in kleine groepen en de intensieve begeleiding van het vaardighedenteam zorgt ervoor dat wij continu onze skills kunnen verfijnen en bijsturen. Ik oefen ondertussen nog wat verder.